smaakte? Erg. Ja? Ja. En daar is een bokbiertje bij hebben? Ja. Bokbiertje. Eerst aan de eerste nee nog hebben of niet? Ja, de eerste nemen en ik heb vanmorgen al, hele morgen al, vanaf 11 uur ben ik al hier bezig met een hele mobbal. Mooi. Wat nog eentje om? Nee, tapas. Gaat dat goed? Tapas. Is graag nog sport. Ja. Hij is lekker. Thanks. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Nou, wat vind je ervan? Ik ben bij jou, als ik met pensioen kan, kan ik bij jou komen uitbaat, of niet? Ik achterbaan. Ja, dat is al heel mooi. U heeft uw hobby dus al in orde, heb ik begrepen, als u met pensioen gaat, hè? Dus achter de bar. Ja, dan ga je wel weer heel snel. Bij gelegenheid doe ik dat, ja. Ja. Waar is de rol vanmiddag? Dan had je dat zelf bedacht of niet? Kijk, ik drink namelijk koffie. Ja, dat is goed. He? Want als voorbeeld. Als er wat gebeurt, dan moet u toch paraat zijn. Ja. Ik vind het wel lekker hoor, een biertje. Maar, ja. Doen we straks. Ja. Nee, maar dat heeft u helemaal verkeerd gezien, meneer Van der Linden. Want dat zal een van de activiteiten zijn om de horeca te ondersteunen. Maar ja, mijn opvolger of opvolgster, die mocht natuurlijk niet voor de voeten lopen. Nee, zeker niet. Dat had je me van de week nog gezegd. Dat klopt, maar... Als je in uitslaat, dat hij er wel uit moet knippen. Maar een beetje vrijwilligerswerk is toch altijd een goede zaak in al? Nee, maar dat gaan we niet in deze gemeente doen. Ben ik gewoon niet meer pensioen, man. Nee, dat weet ik. Wat gaat u vanmiddag doen dan bij de opening van de bokbierdag? Heeft dat ding nou openstaan of niet? Ja, is daar aan. Ik ga het eerste pulletje bokbier tappen. Ik ga het tappen zelf? Nee, nou, ik ga... Voordat jij me uitlacht. Ik ga mijn best doen om het zodanig in te schenken in de tappen, heet dat neem ik wel. De tappen, dat het ook weer drinkbaar is. Maar voorlopig is dat mijn werk vanmiddag, beste Leo. Ja, en dat schot waar u om heeft, hoe noemen we dat officieel? Dat is, ik denk een tapschort. Een tapschort. Schort? Ja. Maar het is voor spetter, hè? Want ik heb een knappe broek meegekregen van mevrouw. En die mag niet vies worden? Nou, dat mag wel, maar... Liever niet. Er is ook nog een Bredevoortse aangelegenheid, zie ik op de achtergrond, ja. Hè? De compagnie? Ja, de compagnie Onversaagd. Zoals altijd aanwezig. Ga ik met mijn rug neemt staan, heb ik niet kwam. En die lossen het openingsschot vanmiddag? Of schoten. Dan moet je de commandant vragen, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel schoten te verlossen. Oh ja. Dat idee van die bokbierdag. Ik vind die petten veel mooi voor jullie. Joh. Ja, ik kom hier toch aan die petten, joh. Ja. Zijn alles een beetje van die. Omhoog gaan. Ja.
Thank you.
Tonskoten is de opening van het eerste popfestival Feit. We gaan nu de voorzitter van het SAP en onze burgemeester gaan het eerste vat pop hier aanslaan. En daar kunnen we wat uit proeven. Heren. Nou, ja, er zit weinig olie op, jongens, of het lijkt dat zo. Ja, dat ging toch fantastisch. Duurde even mij ook wel. Waar wil die wat de winnaar van de meeste boven over? Ja, want dit wat hoor ik dan? Ik zal even een beetje reclame maken. Wanneer ben jij gestopt? Ik denk hem heel langzaam recht houden en dan ik zo meer beginnen wij ermee? Ik denk het wel. Ja, jongens, die spullen. Dames en heren. Op de volgende keer complimenten met de organisatie. Volhouden. Los. Op Sap. Dankjewel. Proost naar de post. Ik had je. 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 Vet! En zal er een was wezen? Eentje van Tus, ja? En moeders ook wat. Hij heeft er al op eens, hè? Kom maar, kijk op de toon. Het is wel even gaaf, hè? Mooi, fijn. Ja, met alle uitbaan. Met alle uitbaan. Dat is wel leuk. Ja, we zijn allemaal druk, dat is het. Maar dat zou op zich wel raar zijn. Ja, ik moet lekker doen. Ja, hey, ga. Drink maar lekker op. De beste keer van Strand, man. Ja, zo, Jan, wat dan? Randy! Randy man. Hey Frankie. Hey kerel, alles goed, jongen? Ja, normaal. Wij hebben samen op kamers gezeten. Ja, Velp. En het was een hele mooie periode. Een hele mooie periode. Wij noemen hem boerenkoolkoeken. Ja. Dat is toch genoeg voor mij? Ik weet niet even dat ik die er ook een paar geef, maar die is nog wel mee ook heel gek. Ik vind het goed dingen. Dat heb ik los, man. Ja, dat is het. Ja, ma
wordt dit een jaarlijkse traditie, denk je, voor Aalten? Dat gaan we zeker proberen. Ja, ja. We hebben het nu afgesloten en ik hoop dat het echt wel jaarlijks komen gebeuren wordt. En vandaar ook dat we toch gekozen hebben voor een leuke band erbij. Die waren vorige week de hoofdact in Zutphen. En die hebben we geboekt op het laatste moment, dat was echt last minute. En ik hoop dat het goed aanslaat. Het is wel leuke muziek van Normaal en nummers van Bovoitog. Dus ik ben heel benieuwd hoe mensen zullen reageren. Nou, in Zutphen, we hebben het best gedaan. In Zutphen trekt het ieder jaar minstens 10.000 bezoekers, hè, heb ik begrepen. Nou, vorig jaar waren er in Zutphen 110.000 bezoekers. Oh, 110.000. Yes. En dit jaar door het slechte weer waren er 75.000. Ja, ja. Maar ja, het is hier gewoon, wij hopen gewoon dat het leuk wordt. Gewoon uitproberen en kijken of het andere jaar ook plaatsvindt. Ja, dat klopt. Dus dit is namelijk een gezamenlijke horeca, hè? Ja, SAP is eigenlijk, Jan, voorzitter van SAP, ja. Is eigenlijk, het SAP heeft initiatief genomen, ook bij de horeca toch gezegd, jongens, we moeten wat doen. Nou, en dat hebben we dan inderdaad ook opgepakt. Ik vind het leuk, dus ik hoop dat het ook echt een leuke dag wordt. Ja, Jan, SAP, ik ken de term wel voor diegenen die het niet kennen. Wat betekenen die letters? Stichting Aalten Promotie. Ja, en wat doet SAP? Alles wat in Aalten georganiseerd wordt, door de SAP wordt georganiseerd en verder gesluist wordt naar de Aalten Dagen bijvoorbeeld toe en Oranjefeest, Kermis. Ja. Dat hebben we allemaal gecoördineerd wordt door de SAP. En hoe vind je de opkomst tot nu toe? Geweldig. Ja, ja. Nou, ik heb alles mee natuurlijk. Het weer is geweldig en fantastisch. En navolging van de Aaltendagen is dit al geweldig. Dus deze opkomst. En volgend jaar proberen we ook nog een wijnmarkt te organiseren. Met wijnboeren uit de Vals. We hebben al 8 mensen contacten mee. En dan proberen ook de wijnboeren hier uit de omgeving te voortstrikken dat die ook mee gaan doen met die wijnmarkt. Dat is een 3-daagse. En waarschijnlijk gaan we koppelen aan een van de avonden. Ja, nou, veel succes vanmiddag en het weer heb je in ieder geval mee. Geweldig, hè? Dankjewel. Ja, prima. Bedankt, hè. Kom door. Ja. Ja. Ik ga je vast niet meer uit, dat heet je te bied. Ik ben allemaal niet ziek. En ik kom er naast meer op, ik ben niet op te doen. Ik ben allemaal niet ziek. Als in een droom kom ik de dagen deur. Ik kleur me kleren van alles anders meer deur. Zit die eske, eske, eske goed. Dingen in de vijfde niet te doen. Thank you.
Noem iemand whisky. Heb ze hier ook wel. Ik weet dat ze het helemaal rustig zijn. Hartelijk welkom hier op dit plein. Wat een mooi weer en wat een mooie omgeving. Het is door een ere niet gewoon. Dat meen ik. Ik vind het prachtig. En de zin is geen. En de weer is volgens mij allemaal al vol en afgelopen.